Yo, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjochem. Welkom, welkom, welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal. En ik zit weer in het oh zo mooie Mindtopia. En ik zit nu echt in Mindtopia, niet in Qtraxia. En ja, ik ga gewoon even een rondje lopen weer in Mindtopia. En ik ga jullie even wat belangrijks uitleggen. Want ik heb even kijken, wanneer was die video online gekomen? Zaterdag een video online gegooid. Ik ben nu trouwens op vakantie, dus ik kan er nu niet op reageren. Maar ik had zaterdag een video online gegooid waar ik zei dat ik inderdaad ontslag genomen had bij de FBI. En als ze stop met staf zijn. En die video heb ik gemaakt en heb ik echt heel erg veel haat op gekregen. Van ja, nou ik ga er even een paar oplezen. Ugh, je bent 1 abonnee kwijt. Dat was leuk om te zien met de FBI. En ik heb 2 video's gemaakt als FBI agent maar oké. En nu doe je dit. Je hebt een kans gekregen, iedereen wil het. En je stopt er gewoon mee. Lekker slim zeg, van Carlijntje. Nou Carlijntje, toen heb ik gezegd, doei, rot maar lekker op eigenlijk. Want kijken zoals dat wil ik gewoon niet eens hebben. Want dan kan je even mij echt door de stront zakken en oprotten. Omdat je mijn mening niet respecteert en je weet niet eens wat het verhaal erachter zit. En die ga ik jullie dus vertellen. Dus daarom inderdaad uitleg Mindtopia video. Waarom ik weg ben bij de FBI. Nou, heel simpel. Waarom ben ik weg bij de FBI? Ik wou geen staf meer zijn. Ik was natuurlijk staf van Mindtopia. Ik bedoel, ik was in het begin niet. Toen ik hier gewoon... Dus alle video's voor FBI was ik geen staf. Dus alle video's die voor FBI ook leuk vonden... Dat is wat ik video's ik nu ga maken in de Mindtopia. En dat is precies wat ik nu allemaal aan het regelen ben, zeg maar weer. Om dat te regelen dat iedereen weer is met die oude soort video's terug te krijgen. Dus ook met roleplay, maar het wordt gewoon een stuk lastiger. En dan ga ik jullie uitleggen waarom en hoezo alles heel anders is als normaal in Mindtopia. En hoe het nu allemaal wel in zijn werking gaat. En niet zoals jullie hadden gewild of misschien hadden gehoopt zelfs. Het is dus even buiten roleplay om. Want het moet gewoon even uitgelegd worden aan jullie. Want heel veel kijkers werden heel kwaad. Gewoon letterlijk. Ik ga even nog eentje oplezen. Dus ik zet het scherm even pauze bijvoorbeeld. Waarom gast? Je kon doen wat je wil. Je bent nu een sukkel. Je bent nu kapot saai. Je was zo machtig. En nu kom je met een saaie serie. Want niemand kijkt bijna meer. Ik heb het gisteren aangegeven. En ineens heb ik in één keer een saaie serie. Dat is van wie is het? Dutch Games NL. Dutch Games NL. Die daar nog ook eens geen dreigend die op mijn pek zal slaan. Dus ik moest hem niet echt serieus nemen. Maar na 1 video al, weet jij het, de rest van de serie fucking saai gaat worden. Je weet niet wat er aan de hand is, gast. Waar heb je het over? Het is echt... hele domme mensen. Ze hebben gezegd, ja, je bent een mogol dat je weg bent. Want iedereen wil staf worden. Jij krijgt het en je stopt ermee. En dat ga ik even mee beginnen. Want, ik ga het even uitleggen. Staf betekent geen speler. Dat betekent op het moment dat jij hebt staf, als je staf bent in Mindtopia... Dat je eigenlijk werkt in Mindtopia. Je werkt hier... Als staf zijnde, gewoon bijna fulltime job is het. Want je moet elke dag inloggen als staf. En elke dag moet je shit oplossen. Wat gewoon echt kloot is om te doen elke keer. En dan ben je de hele dag ben je bezig bijna met problemen oplossen in Mindtopia. En heel simpel, het is niet leuk meer om die manier Mindtopia te spelen. En dat is wat ik ervaarde. Ik logde in op mijn FBI-account, dus Rotjochi dit account. Ik kon niet eens normaal in de stad lopen. Want ik moest allemaal vragen beantwoorden die eens op mij gericht waren. Maar omdat je staf bent, moet je erop antwoorden. Heel simpel, niemand wist waar ze heen moesten, moest ik het maar lekker oplossen. Want ik wist het wel, als staf zijnde. Gezeik met de bank, Sandy en zo, die weer ook helemaal gek zijn aan het worden. Sandy is ook meegestopt, dat weet iedereen al. Omdat gewoon zij 24 uur per dag, elke keer zij online kwam, ze allemaal mensen eraf kreeg die alleen maar vragen gingen stellen. Alleen maar natuurlijk klachten. Ik snap het wel, ik bedoel, jullie antwoord hebben. Maar het houdt in als staf zijnde dat je alleen maar puur bezig bent... Om te zorgen dat alles loopt. Dus je bent niet eens meer lekker zelf aan het spelen. Dus ik had er ook geen lol meer in. Ik was online, ik moest alleen maar klachten oplossen. En politieagenten die inderdaad gewoon gezeik hadden met agenten die corrupt waren, moest ik oplossen. Dat was alleen maar fulltime staff. Het is een fulltime job, hè. Dat moeten de meeste van jullie niet vergeten. Ik bedoel, Clear, je hebt die Clear, je hebt die Forso. Die doen dit fulltime. Die zijn fulltime staff op DDG. Je hebt die Clear is de hele dag online. Ja, natuurlijk, maar die wordt er ook voor betaald. Het is een fulltime job. En hij speelt zelf al niet. Hij is gewoon fulltime daarmee bezig. En ik wel, want ik wil een serie hebben. Nou goed, dus inderdaad, ik vond staf niet leuk meer. Want ik was alleen maar bezig met gezeik van anderen op te lossen. En waardoor ik mijn eigen opnames niet eens meer kon doen normaal. Ik bedoel, hè. Jullie hebben het gemerkt. Ik heb mijn schema de laatste week niet kunnen aanhouden. Want ik was alleen maar bezig met Mindtopia. Minecraft Murder hebben we niet opgenomen. Omdat we alleen maar bezig waren met Mindtopia. Iedereen van de staf. Ikke, Willem, Cosmo, Marnik. Zeg maar, Marnik is zijn staf dan. We waren allemaal fulltime bezig met Mindtopia te leiden. En heb ik gezegd, nou, heel simpel, op een gegeven moment waren we het oplossen. En ik was op een gegeven moment één dagje, letterlijk één dagje, gaan chillen met mijn matties in Mindtopia, mijn vrienden. En dat zijn een paar gasten, ik ga geen namen noemen.
Maar met hun was ik gaan chillen, gewoon gaan rondlopen in Mindtopia en gewoon eventjes chillen. Dat, weet je, dus zoals jullie ook wel eens gewoon met je vrienden natuurlijk op Mindtopia lopen te chillen. En toen kreeg ik gewoon letterlijk klachten, ik ga ook geen namen noemen van wie, maar ja, ook van de projectleiders. Dat ik met mijn vrienden chill, zijn, een paar daarvan zijn dieven, klopt, die zijn stelen. Ja, dat klopt niet, want je bent FBI-agent. Dus ik mag niet eens chillen met mijn matties online in Mindtopia, omdat ik staf ben. Dus ik mag niet relaxen met mijn vrienden, omdat ik staf ben. Ja. Dat hebben ze niet gezegd in mijn gezicht. Nee, dat hebben ze allemaal besproken achter mijn rug om. Niet slecht bedoeld hoor, want ik was gewoon niet bij de bespreking die er toen zou zijn. En hebben ze allemaal bullshit over mij geluld, op mijn vrienden voortrekken. Dat ik bijvoorbeeld mijn vriend mij Enver een bedrijf zou aanbieden, dat hij een bedrijf mocht hebben. En dan kwamen ze allemaal, ja, nee, je zou Enver een bedrijf geven. We zijn niet dom hoor, we weten heus wel dat je het aan hem geeft. En toen heb ik gezegd van, nou, kijk in je fucking brievenbus eerst voor je gaat zeiken tegen mij. Want dat gebeurde dus. Ze gingen dus letterlijk zeiken van, ja, je hebt een aanvraag gedaan, maar we weten heus wat die aanvraag voor Enver is en niet voor jezelf. Ik zeg, kijk in de fucking brievenbus nu van contract. Ja, ligt daar een aanvraag van mij voor een bedrijf? Van bijvoorbeeld wat ik nu zou doen, zogenaamd voor hem. Nou, ging ze kijken. Nee, ligt er niet. Zeg, inderdaad, precies. Dus je begint dan met zeiken überhaupt voordat je weet wat er aan de hand is. Ja, dus ik, nou goed, mooi als het zo gaat en je vertrouwt me niet eens. En ik vind het niet eens leuk om staf te zijn, want ik ben alleen maar aan het werk voor jullie. En het wordt dus inderdaad niet eens gewaardeerd. Maar ook nog eens beschuldigd van vriendjespolitiek. Dan heb ik gezegd, weet je wat, zoek het lekker uit. Ik wil geen staf meer zijn. Nou, FBI is een stafbaan. Dus ook Real Killer die nu FBI director is dus staf. Heel simpel, ik had ook gezegd, dan wil ik dus ook geen FBI meer zijn. Want dat kan niet, want ik wil geen staf meer zijn. Ik wil niet 24 uur per dag, elke keer als ik in Mindtopia ben, alleen maar aan het werk zijn en geen plezier meer kunnen maken. Dus dat is één, waarom ik gestopt ben met staf. Tweede, waarom geen FBI-agent ook zonder staf zijnde of minder. Heel veel van jullie zeggen, ja, bijvoorbeeld ook nu, ga nu gewoon lekker weer stelen. Word weer lekker een corrupt persoon, word lekker weer de maffia. En helaas kan dat niet meer. Want server Mindtopia is nu publiekelijk gegaan. En roleplay, dat kan gewoon niet meer zoals het was. Want ik had toen ingebroken bij de bank. Dat weten jullie allemaal natuurlijk. Ik heb ingebroken bij de bank. Dat was natuurlijk pure roleplay. Want iedereen wist ik het gedaan. Ik bedoel, iedereen van Mindtopia had toen mijn video gezien. David heeft het gezien. Marnik. Iedereen wist het hoor. Ook de politie toen natuurlijk. Tuurlijk wisten ze dat ik het gedaan heb. Hallo, ze hebben mijn video's nog gezien. Zo moeilijk is het niet. Want het staat gewoon online. Maar ja, dat mocht toen niet gebruikt worden, want dat was pure roleplay en toen mocht je geen video's gebruiken. Maar nu is dat dus niet meer zo, want het is niet meer roleplay. Want je mag nu ook screenshots maken en naar de politie sturen als een soort van bewijsmateriaal. Dus ook video's. Dus ik kan niet meer gaan stelen, want dan word ik inderdaad gewoon opgepakt. Het gaat gewoon niet meer, dit roleplay is niet meer zoals vroeger. En dan gaan ze zeggen, ja, maar dan heb ik het kan wel. Nee, dat kan niet, want heel simpel, dan zit je vast in de gevangenis. En dat willen we allemaal niet, want ze snapt het. Iedereen zijn series zijn een beetje aangepast. Iedereen bijna. Behalve inderdaad, dat is natuurlijk de ministers. Maar ja, ik wil geen staf zijn. En ik kan wel zoals anderen gaan doen, ik ga geen namen noemen, die alleen maar inloggen voor bijvoorbeeld opnames. Joh, maar dat is gewoon niet leuk. Die gasten, ja, sommige gasten komen puur voor opnames op Mindtopia. Joh, waarom ben je dan in de eerste instantie staf? Alleen omdat je dan een hoge baan hebt? Nee, dat is toch niet de bedoeling? Dat vind ik toch ook niet leuk om te doen? Dus dat is eigenlijk vooral de uitleg die ik wil geven aan jullie. Inderdaad, van staf is gewoon een fulltime job waar je heel veel mee bezig bent. Daardoor is Mindtopia plezier wordt gewoon minder, want je kan niet meer normaal spelen. Want je bent puur alleen maar 100% bezig met alleen maar pure spelers helpen. En heel veel van jullie zeggen, ja, dat is cool. Nee, jullie vinden het cool om staf te zijn, om natuurlijk de status te hebben. Ik ben staf in Mindtopia. Maar, om misschien het heel cool vinden bijvoorbeeld om 24 uur te gaan werken inderdaad dicht met David. Ja, maar voor mij is het niet bijzonder, want ik ben liever met mijn video's bezig. Waar ik leuke video's maak en lekker plezier maak met mijn vrienden in die video's. En als ik dat doe, mag dat niet, want dan word ik aangesproken voor vriendjespolitiek. Terwijl ik dus letterlijk niks vals gedaan heb voor ze. Echt helemaal niks. En dat is het allerstomste. Dus daarom stop het staf, als eerst wat ik wil zeggen. En roleplay is gewoon niet meer zoals het was. Je kan niet illegale dingen meer doen zonder gestraft te worden. Als ik nu iets illegaals doe, bijvoorbeeld weer een bank in te breken, dan moet ik natuurlijk afspreken met David toen de tijd. Want ik had OP-recht om natuurlijk even een muurtje eruit te stoppen bij de bank. Dat had ik toen. Nou, dat mocht niet. Dat mag niet meer. Want dat wil iedereen. Dat heeft iedereen er recht op. Dus dat mag niet. En daar heb je het. Gewoon, dat kan niet. Het kan gewoon niet meer. Zo werkt Mindtopia helaas niet meer. Misschien lijkt het wel zo, door de mensen met OP, bijvoorbeeld inderdaad David die leuke dingen kan doen en Lars of zo. Maar die kunnen ook illegale handeltjes doen en dingetjes doen.
Want het is niet onze server. En dat is iets waar de meeste kijkers geen rekening mee houden. En dat is iets waar ik best wel jammer vond. Ik had mijn kijkers, sommige kijkers dus, niet iedereen, want heel veel mensen zeggen, ja, ik begrijp het. Had ik beter ingeschat, hoger ingeschat. Want inderdaad van, joh, ik heb mijn mening, want nu weet dat ik zonder uit te leggen, dat ik gewoon zeg van, joh, ik vind het niet meer leuk. En je zegt, oké, ik snap het, joh, het is goed zo. We begrijpen je deel. We zijn je kijkers, we zijn je fans, vinden je een toffe gast. En we staan achter jouw mening, maar niet uit wat de uitleg is. En maar sommigen, die zijn het er gewoon taal niet mee eens. Ja, je bent een FBI mail, dus je maakt saai video's. Ik had nog niet eens een video gemaakt daarna. Hé? Snap je wel? Dus op die manier, ja, het is alleen maar gezeik gewoon. En dat wou ik van af zijn, dus ik wou geen staf meer zijn. Voorbeeld is ook bijvoorbeeld Contractia. Je weet het allemaal, ik ben al ondertussen al anderhalve week aan het wachten op mijn brief van mijn Topia. En op mijn goedkeuring van een bedrijfje. Is eindelijk goedgekeurd. Niet op de normale manier uiteindelijk, want ik moest nog een keer een formulier invullen. Want, wat is dan gebeurd? Bijvoorbeeld dat de nieuwe burgemeester, dus die is ingevallen dus wegens nood. Want de oude was gestopt, want die vond het ook niet meer chill om burgemeester te zijn. En die heeft, die is gestopt, dus een nieuwe. En die heeft alle oude aanvraagformulieren gewoon, woep, weggebanjerd in de prullenbak. Gewoon zonder te melden. Dan moest de staf het oplossen. Ja, maar ja, goed. Soms kwam het niet eens aan bij de staf. Want degene die het moest oplossen, die wisten dat niet eens. Ik was erachter gekomen. Dus ik ging er achteraan. Maar ja, ik ben geen staf meer. Want het is gewoon allemaal heel veel gedoe. En ik vond het gewoon dus niet leuk om te doen. En ik heb ervoor gekozen om het dus te stoppen. En dat is eigenlijk wat ik een beetje duidelijk maken aan jullie kijkers, joh. Degene die inderdaad boos op mij geworden zijn, deze video alsnog kijken. Ook al stel ik een sub. Je hoeft geen sorry te zeggen in de comments, dat hoeft echt niet, weet je. Misschien was je een beetje boos, ik heb ook iemand gereageerd die zegt van, ja, je bent echt een sukkel, maar mogol, blablabla, ik reageer van, joh, hoezo mogol, gewoon mijn keuze. Ja, sorry, reageerde hij dan. Ik was gewoon een beetje boos dat je stopte met de FBI. Gast, hoe kan je boos worden op mijn keuze? Wat? Hè? Weet je, het is een beetje wat ik jullie duidelijk wil maken. Ik stop heus niet Ja, waarom denk je dat ik gestopt ben? Er zit altijd wel een reden achter waarom ik stop met iets. Ik bedoel, FBI is natuurlijk hartstikke vet. Het was de droombaan die ik wou hebben. En nu weten die dus waarom ik gestopt ben. Omdat ik er gewoon inderdaad een beetje klaar mee was. Want ik vond het gewoon niet meer leuk om fulltime staf te zijn. En nu ben ik gewoon fulltime speler. Dus dat. Vorige episode heb ik me goed verteld wat ik ga doen. Ik heb een autobedrijf gekregen. Dat ga ik in de volgende video's pas echt kunnen laten zien. En dan ga ik echt weer roleplayen en dan ga ik weer aan de bak. Maar dat was een video om even op te helderen wat aan de hand is. Dit soort autootjes kan ik van verkopen voor een bepaalde prijs, waardoor je 100% een level omhoog krijgt. Dus daar ga ik dan mensen mee helpen. Ik ga meer mensen helpen in de serie. Ik ga echt bedrijven starten natuurlijk. Kledingwinkels ga ik starten waar mensen kunnen werken. Ik ga gewoon lekker aan de bak, lekker echt een speler, lekker zakenmannetje weer. En we zien het allemaal wel hoe ver ik ga komen. Want tot nu toe is de Public Mindtopia server voor mij was niet echt een plezier, zeg maar meer. Ook bijvoorbeeld met FBI. Je zou veel vettere video's kunnen maken. Nee, echt niet. Nee, had niet gekund. Weet je waarom niet? Omdat het geen roleplay is. Ik bedoel, er is nog geen enkele crimineel die iets heel lijfs gedaan heeft. Er is geen SWAT-inval, dus niet hoeven gebeuren. Het is er allemaal niet, omdat het gewoon niet nodig was. Weet je, omdat mensen gewoon niet crimineel genoeg zijn. Mensen doen dat niet. Het is geen fairy tale meer. Het is geen roleplay puur. Het is nu ook echt een normale server geworden. Ik bedoel, we kunnen niet zomaar mensen weer oppakken, random. Dat kan niet meer. Dat deden we toen wel, Mindtopia, maar dat kan allemaal niet meer. Nou, goed. In ieder geval, dat was deze video. Je hoeft geen like achter te laten als je hem niet leuk vond. Ik hou die vragen meer om likes, want joh, mensen vorige keer gezegd, nee, ik vind het niet leuk, want ik stop met de FBI. Oké. Dus mensen van jullie gaan nu ook vast boos om me zijn dat dit mijn mening is. Dat ik staf niet meer leuk vind. En jij zou het wel heel leuk vinden, maar ik niet. En dat ik te veel zeur erom. Maar joh, hè, blijkbaar moet ik mijn mening aan jullie geven, omdat ik anders heel veel haat krijg. Nu weten jullie mijn mening, dus jullie accepteren het maar. Of je accepteert het niet en je gaat van mijn kanaal weg. Ik bedoel, het maakt me echt niet meer uit. Ik bedoel, joh, als jij me haat om mijn mening, dan mag je liever weggaan, want ik ga toch niet veranderen. Ik ga niet series doen en video's doen die ik niet leuk vind, omdat jij ze wel leuk vindt. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben geen slap persoon die dat soort shit doet, die gedwongen video's gaat maken. Dus bij deze, tot ziens als je nooit meer terugkomt. Jammer dat dit jouw mening is. So be it, weet je wel. Ik accepteer jouw mening. Hopelijk accepteer je ook de mijne. Alright, in ieder geval. Hopelijk vond je het wel leuk. Als je het wel leuk vond, dan mag je dus wel een blauw duimpje omhoog doen. Ik zie jullie graag in de volgende video. Die wel weer leuk gaat worden. Dus geen gezeik meer over mijn toop. Maar gewoon lekker lachen, gieren, brullen weer. Lekker aan de bak gaan, lekker lachen. Als ik terug ben van vakantie, dat ik weer helemaal relaxed ben. Zie jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Later was het ziens. En natuurlijk, peace.